de grootste familie van Nederland. Straks zet de buitenlands voetbal in Studio Sport. En dat begint niet om 10 uur, maar om 10:06. Wij zijn er dan weer om ongeveer 10:50 met de comedyserie Chance. Willem wil Karin ten huwelijk vragen, maar Sjaak vindt dat niet zo'n goed idee. Dan nu 10:50. En dat is niet de uitzending zoals die in uw programmablad staat met Jack van Gelder en Ralf Inbar en Antoinette Herzenberg, maar een andere uitzending. Een aantal gezellige omroepsters nemen het op tegen de Belgen. Dit is 10:50, het spraakmakende taalspel tussen Nederland en Vlaanderen. Hier zijn Tineke Verburg en Mark Uiterhoeven. Goedenavond dames en heren en hartelijk welkom bij ons oppervlakkig gezien misschien vrolijke, maar in wezen bloedserieuze taalspel. Dat wordt gespeeld door 3 Vlamingen die vrezen dat ze alleen maar kunnen afgaan. En 3 Nederlanders die hopen dat dat ook echt gebeurt. Inderdaad. Het Nederlandse team bestaat uit 3 van de 4 charmante trosomroepsters onder leiding van Ellen Brussen. Ellen, ik weet dat jullie de teksten allemaal zelf schrijven. Krijg je nou vaak reacties van kijkers die menen dat je een fout gemaakt hebt of die op je taal afrekenen? Niet meer, vroeger wel. En over wat voor dingen ging dat dan? Uitspraak van de... Ja, of als je eens een keer zei, of, en dat is dan met name met radio, komt dat dan vaker voor. Maar vroeger kreeg je nog wel eens een commentaar of een zinsbouw waarvan ze dan vonden dat dat anders moest of anders kon. Maar dat is ook allemaal heel erg veranderd, want tegenwoordig is het spreektaal wat je opschrijft als je je teksten maakt. Vertel even wie je hebt meegebracht. Ja, inderdaad, 2 van mijn 3 collega's, want we hebben natuurlijk ook nog Tessa Lodewijks, de 4de omroepster van de Tros. Shanai Osdemir, die is behalve omroepster, is ook assistente bij 2 Vandaag. En die is nu zo'n 4 jaar bij de Tros. Ja, klopt. Ja, ja. Ongeveer. En Suzanne is eigenlijk de nieuwste in het rijtje, Suzanne Blokhuis. En die werkt nu een jaar bij ons. Ja. Kijk aan, Shanai. Ik weet dat jij pas op je 7de vanuit Turkije naar Nederland bent gekomen. Levert dat nog taalproblemen op voor jou? Grammaticaal gezien niet, want dat heb ik natuurlijk allemaal geleerd op school. Maar ik denk dat ik een beetje gebrek heb in uitdrukkingen en bepaalde spreekwoorden en gezegdes. Dat heb ik natuurlijk niet meegekregen. Daar hebben we helaas wel een ronde over. Maar ik doe mijn best hoor. Ja, en anders gok je gewoon. Ja. Suzanne, je bent er nog maar net bij. Hoe bevalt het? Heel goed. Heel leuk. Ja. Je schrijft ook alles zelf? Ja, moet wel hè. Moet wel. Ja. Nou, maar we hebben altijd fantastische regisseurs die altijd wel helpen. Maar over het algemeen schrijf je alles zelf. Doe je ook moeite om voor dezelfde programma's die je iedere week moet aankondigen, iedere keer weer wat nieuws te verzinnen? Ja, je moet wel proberen de hele tijd wat anders te zeggen. Want anders is het zo van, nou dan heb je haar weer met haar gezellige dierenmanieren. Dus het is wel belangrijk dat je de hele tijd wat anders zegt. Creatief zijn. Creatief met Kirk. Ja. Oh, nu we het daarover hebben, Ellen. Hoe heb jij gereageerd op die hele serie? Creatief met Kirk, Thea die zo leuk jou parodieerde. Ja, nou. Oh, was zij dat? Ja, zeker. Ja. Dat is Ellen. Ja, Ellen. Ik ken u beter dan ik dacht. Dan. Ja. zo zie je maar weer eens. Ja, ik moet je zeggen, ik heb natuurlijk wezenloos gelachen. Ik vind het ontzettend knap wat ze doen. En zolang ik er nog niet achter ben of ik daar me door beledigd of vereerd moet voelen, vind ik het best. En als je er zelf om kan lachen, is het wel gauw goed natuurlijk. Ja. Hey, jullie hebben waarschijnlijk ook een woord wat jullie gek, leuk, aardig of bijzonder vinden. Nou, het is sterker zelfs, we hadden er alle 3 1. Maar we hebben er geen tijd voor. Nee, precies. Dus we kiezen voor het woord van Suzanne. En Suzanne. Dat is eigenlijk een soort... Ja. Hommage aan onze tegenstanders. Weet je wel, eigenlijk wilde ik eerst even aan Mark vragen. Waarschijnlijk ken jij het wel, soepapke. Een soepapke ken je? Ja, dat ken je. Want paap is Frans, dat betekent paus en de soepap is de onderpaus. Ja. En je kan er ook, bij het fietsen helpt het ook. Bij het fietsen helpt het ook als je het weet staan. Ja, weet je. Nou, mijn verhaal dus, wat erbij hoort. Het is, ik heb mijn schoonfamilie en die is... Het zijn Belgen, die komen uit Heist op den Berg en Mechelen, kennen jullie waarschijnlijk wel. Hallo. Hallo. Ik heb Mechelen ook zelf gesticht. Als onderpaus. Oh, dat geeft vast wel. En ik ging op mijn fietsje naar het bakketje fietsen en ik kreeg een lekke band. En ik stopte onderweg. En een aardige heer
stopte ook en die wilde mij helpen met mijn fietsen. Die zegt, maar alleen maar dammekes, je hebt een nieuw zupapke nodig, hè. Dus ik kijk die man aan en ik denk, hij vertelt me dat ik een enge ziekte heb of zo. Maar dat was dus een ventieltje. Mijn ventieltje was lek. Dus vandaar, dat heeft indruk op me gemaakt. Absoluut. Ja, ja. Mooi. Dat vergeet ik nooit meer. Dames en heren, het Nederlandse team. Aan de overkant is de aanvoerster, in elk geval omroepster Rani de Koning. Maar ze doet ook nog veel meer dan dat. Kleine test, Ellen. U heeft de heer Van Bommel nog nooit gezien? Nee. Nee. En u heeft nog wel eens tijd gehad, zoals u aan hem kan zien. Roel, vertel even aan de mensen wat jij doet. Wel, ik presenteer wekelijks nu een filmprogramma. Première film en televisie. En Rani die... Iets anders. Die doet meer dan alleen maar omroepen, zeg. Weten jullie wat ze ook nog presenteert? Ik moet passen. Nederlanders kijken echt niet meer naar... We gaan dat veranderen. Rani, ja, je hebt gedaan ook, hoor. De Droomfabriek is een zeer, populair programma bij ons. Dat deed Rani dus ook. En ja, de derde kennen jullie natuurlijk wel. Dat is Johan Persen. En Johan die heeft 25 jaar het BRT-journaal gepresenteerd. Ongeveer, ja. Ja. Maar Johan, jij zit nu bij de regionale zender. Regionale televisie, de eerste die met dagelijkse uitzendingen begonnen is in Vlaanderen, WTV. Dat staat voor West-Vlaamse televisie. In het buitenland heet dat World Television, dat komt wel eens van pas. Maar het is dus regionale televisie, ja. Rani, hebben jullie ook zo'n fantastisch woord, een verrijking voor de Nederlandse taal? Wij hebben een zeer fantastisch woord en ik denk dat het zeer veel aan bod zal komen vandaag. Niet waar, Johan? Zeker, Rani. Je mag het zelf nog aanbrengen. Wij hebben het schitterende woord klotenspelling gekozen. En hoe schrijven we dat? Dat is een goede vraag. Dat is natuurlijk. Ja, dus wij gaan ervan uit dat het zonder in is, omdat dit zeker een versteende uitdrukking moet zijn. Veel succes voor het Vlaamse team. Zoek de fout. Wat klopt er niet in deze zin? Drie zinnen voor iedere speler en in iedere zin zit één fout. Leestekens gelden niet, 10 punten per goed antwoord. We beginnen met de Nederlandse ploeg. Shanai, hier komt jouw eerste zin. Omdat het 's ochtends miste, had ik mijn pas gekochte modieuze zonnebril met polaroidglazen niet nodig. Miste. Heel juist, van het werkwoord misten, de stam heeft al een T. Jouw tweede zin. De cosmopolitische sheik was van zins zijn paleis door een gerenommeerd architect te laten moderniseren. Gerenommeerd. Gerenommeerd, weer heel juist. Dat is met twee emmen en niet met één. En jouw derde zin. De excentriekeling ging ostentatief pootje baden. Als zij een paar dingen heeft gemist in het Nederlands, dan vrees ik voor de rest van de Vlamingen. Ja, perfect hoor. Ja, ik lees de rest zelfs niet meer. Goed. Ellen, jouw eerste zin. Het verwende actricetje vlijde zich neer in de fauteuil en hoestte aanstellerig. Hoesten? Een beetje zoals daarnet. Hoesten moet met twee T's, al bestaat missen wel bij mist en hoesten niet. De legercommandant vroeg de foerier om een gebreide lange wollen onderbroek. Fourier. Heel goed, dat moet met O-E. En je derde zin. De pocher heeft hoge verwachtingen geschept, maar in zijn recordpoging heeft hij deerniszekkend gefaald. Geschept. Heel goed, want je hebt twee soorten van scheppen. Schepte, geschept of schiep, geschapen. Ook het maximum. Goed hoor. Suzanne, ook bij de contra-expertise bleek de testosteronspiegel van de fietster gigantisch hoog. Ja, testosteronspiegel. Testosteronspiegel is het. Je kent alles van fietsen. Ja. Tweede zin. Haar chique bondmantel bleek in de garderobe verwisseld. Garderobe is fout, is garderobe. En dan hoef ik die vieze woorden daarna niet meer uit te spreken. Heel vriendelijk van je. En dan de laatste zin voor de Nederlandsen. De als gangster, gangster zeggen wij gewoon, verklede carnavalsgangster hoste urenlang zonder een ogenblik te pauzeren. Laat het mij nu toch maar helemaal uitspreken. Oh nee, wacht. Ja, ik heb... Nee. Oh nee, ik zit nou even... Hoste. Het is pauzeren, maar... Hosten had je ook gezegd. En nee, dat was niet. Het is pauzeren moet ja, met een z in plaats van S. Ik zal je uit laten praten. Maar dat is toch goed, want Nederland heeft 80 punten verzameld in deze ronde.
Goed, ja. Ik ben benieuwd of ik de gelegenheid krijg om mijn zinnen allemaal uit te spreken. Roel, hier is de eerste voor jou. De vatzige modeontwerper worp een blik op de tengere mannequin en besloot een caloriearm dieet te volgen. Wierp. Worp moet wierp zijn. Aan een voorbijpasserende bedelaar schonk de genereuze zakenman zijn hele effectenportefeuille. En voorbijpasserend is Dat is dubbel op. Het is of voorbijgaand of passerend. Hmm. Dus voorbij is overbodig. Ja. De derde. Een avondje pieren waaien met zo'n populaire rockster is voor elke bakvis begeringswaardig. Begeringswaardig? Ja, is begerenswaardig. Ook al maximale scoren, dat schiet niet op zo. Rani. De excursie naar het ponypark is geannuleerd, maar dat is ons inziens geen catastrofe. Dat is onze inziens geen catastrofe. Ik dacht dat dat zo ergens in een klein hoekje zat. Het zat in een klein hoekje, ja. De tweede zin. Mijn onvermurfbare oudoom is een van de weinigen die nog chinchilla's fokt. Chinchillas, ik ken die beesten wel niet. Nee, weinigen is hier het onderwerp en die fokken. Weinigen. Ah ja. De laatste voor jou. De lifter tartte het noodlot toen zij in de bus vol rugbyspelers stapte. Liftster? Ja, daar moet een theetje tussen. Oké, en Johan, voor jou nog drie zinnen. Hier is de eerste. Mijn peettante beleidde een godsdienst die door een malafide pottenbakker was bedacht. Beleiden? Ja, dat is beleed. Tijdens de receptie op de Japanse ambassade serveerden schaars geklede geisha's de consumpties. Geisha's? Geisha's. Dat wordt zo geschreven. En de laatste. De commentator schreide hete tranen toen de beeldverbintenis met het atletiekstadion verbroken werd. Schrijden? Nee, dat is correct, maar het is een beeldverbinding. Een verbintenis is iets anders. Dat levert voor de Vlamingen deze eerste ronde 60 punten op. Als we even kijken naar de stand op dit moment na die eerste ronde, dan zien we dat Vlaanderen 60 punten heeft en Nederland 80. Woorden worden cryptisch omschreven. Hoe snel worden ze gevonden? En nu spelen we niet individueel, maar per ploeg. In beeld verschijnt de eerste en laatste letter van een woord dat cryptisch wordt omschreven. Wanneer meteen het juiste antwoord wordt gegeven, zijn er 30 punten te verdienen. Zo niet, dan verschijnt er altijd een deeltje van de oplossing en zijn er natuurlijk altijd minder punten te verdienen. In totaal krijgt elke ploeg 5 woorden. Daar gaan de Vlamingen. Hier komt jullie eerste cryptokronkel. De omschrijving is een fantastisch landleven, 12 letters. Boeren bestaan? Is niet goed, Rani. Je mag niet meer meedoen voor dit woord. Buitengewoon? Ja, die is wel goed, buitengewoon. Fantastisch is buitengewoon. En het buitengewoon, het wonen buiten, is het landleven. Heel goed, de tweede. Vriendelijk en zeer pittig. Goed geluimd? Is niet goed. Goedhartigheid. Johan zegt goedhartigheid. En dat is wel goed. Vriendelijk is goed en pittig is hartig. Dus goedhartigheid. De derde, vuurproef. Schietoefening. Als uit één mond zeggen ze alle drie schietoefening, maar Johan gaat er met de punten vandoor. Ja. Een oefening, een proef. Ja, schietoefening, een vuurproef. Zij stelen een zaak. Winkeldieven? Goed zo, Rani. Winkeldieven. Jazeker. En de laatste. Kopstukken van een krant. Hoofdartikelen? Potverdikke maar. Johan.
ga naar huis en ga daar intelligent lopen doen. Maar, ja, een kop, een hoofd, een stukje in de krant is een artikel, hoofdartikelen. Heel goed, levert jullie 100 punten op. De Nederlandse ploeg. Angst voor verhoging is jullie eerste omschrijving 12 letters. Drempelvrees. Gelukkig. Wow. Suzanne, 30 punten. Een drempel is een verhoging en vrees is angst. Tweede kronkel, winkelwagens, 14 letters. Nee, handtasvervoer, dat slaat nergens op. Dat toch, maar handelsverkeer was het juiste. Handtasvervoer, ja. Handel is een winkel en wagens vind je in het verkeer, dus dat was hem, handelsverkeer. Nummer 3, klasgenoot van vroeger. Schoolkennis. Drukken. Drukken. Schoolkennis. Goed gedrukt, zijn hij. Als we de punten gaan winnen. Schoolkennis, dat is niet. Maakt duidelijk. Het waar druk? Nee. Overal druk, maar wat. Ja. Nummer 4 voor jullie. Schatbewaarder is de omschrijving 13 letters. Jongen, juweel. Juwelenkistje. Ja, Suzanne drukte. Juwelenkistje was het inderdaad. Een kistje bewaard. En een schat bestaat vaak uit juwelen. En tot slot, hoofdvertrek 13 letters van DNR. Winkelkamer. Ja, dat snap ik ook. Direct. Ja. Directiekamer. Directiekamer, goed gezegd, minder goed gedrukt, maar in elk geval, dat was het. Het hoofd, de directie en een vertrekkamer. Dat levert Nederland in deze ronde 60 punten op. En voor de tussenstand betekent dat op dit moment het volgende. 140 punten voor Nederland en 160 voor Vlaanderen. Maak een zo lang mogelijke zin. Iedere speler krijgt 12 woorden en daarvan moet binnen de tijd een goede Nederlandse zin worden gemaakt. Wanneer een woord eenmaal geplaatst is, mag dat niet meer veranderd worden. 10 punten per regel van 3 goed gebruikte woorden. En we beginnen met Nederland. Die jonge mannen gingen het leger in. De vertrekken. Toen werd het vechten. Ja, eens kijken. Die jonge mannen gingen het leger in de vertrekken. Of gingen het leger in de vertrekken. Even kijken wat de computer daarvan denkt. Die jonge mannen gingen het leger in, zo zei je het ook eigenlijk. Dat brengt 20 punten op. En wat we eigenlijk zochten was, het werd leger in de vertrekken toen die jonge mannen gingen vechten. Ja. Ja. Smerig, maar wel aangenaam van deze kant uit bekeken. Ja. Ellen, 12 voor jou. Ik verloor mijn geduld toen zij op haar bril was gaan zitten. Perfect! Yes. Ja! Yes. Kijk maar, de computer danst mee over de regels. En ik hoef niet eens meer te lezen wat het was, want dat was het gewoon echt, ja. Yes. Heel goed. En nummertje 3 voor Suzanne. 12 woorden, daar gaan we. Toen het model uit de maat liep,
sloeg zij een gek figuur. Ja. Goed. Dat wordt ook weer helemaal rood, denk ik. Inderdaad, 40 punten erbij. En wat we hier eigenlijk hadden staan was... Het model sloeg een gek figuur toen zij uit de maat liep. Heel goed gespeeld deze ronde. Dat betekent dat Nederland in deze ronde 100 punten heeft verzameld. En we gaan kijken wat de Vlamingen doen met die 12 woorden. Doordat alle kijkers in huis gesloten werden, zagen de blinden niets meer. Hij is komisch. Doordat, ja, de kijkers... Maar kijkers zijn ogen bij ons ook, ja. Kijkers. Ja, zeker, je kijkers sluiten... Doordat alle kijkers in huis gesloten werden, zagen de blinden niets meer. Nou, dat zagen ze toch al niet. Ja. Daar hoefden ze de kijkers niet voor te sluiten. Het levert... Maar Roel... Hij is heel mooi. Dit zochten we. Doordat alle blinden in huis gesloten werden, zagen de kijkers niets meer. Ja. Rani, nu mag jij. Om mijn zieke tante uit te dagen... trok oom op bed. Ga het even voorzeggen. Ja, wat trok hij zoal? Om... Sorry hoor. Om mijn zieke tante uit te dagen, trok oom op bed. Verwennen is dat, Rani. Het is nog goed ook. Godverdikkeme. Ja, jullie maken ze echt komisch. Ja. Wij zochten oom, trok dagen uit om mijn zieke tante op bed te verwennen. Ja, komt op hetzelfde neer. Natuurlijk. Ik weet het niet. Ik heb bij jou toch andere gedachten daarop. Johan. Ja? Verslagen... sloegen de krakers van een bom in als journalisten. Verslagen sloegen de krakers van een bom in als journalisten. Ja, dat is klinkklare nonsens, maar als het grammaticaal klopt, dan krijg je toch die 30 punten. We gaan kijken. Ja, de computer moet hier even aan wennen aan deze zinsbouw. Verslagen sloegen de krakers van een bom. In, als journalisten? Nee, dat pikken ze niet en terecht. Nou eens een keer. Toch dolkomisch. Hij was dolkomisch en wij zochten... de verslagen van journalisten over die krakers sloegen in als een bom. Heel mooi toch ook gespeeld jullie deze ronde, want het leverde de Vlamingen 90 punten op. En als we kijken naar de stand op dit moment, dan zien we dat... Nederland 240 punten heeft en Vlamingen 250. Zijn de woorden goed of fout gespeld? Ook volgens de nieuwe spelling. In dit spel houden we wel rekening met leestekens. 10 punten per goed antwoord, 5 opgaven per ploeg. De Vlamingen. Hoe schrijven we in die nieuwe spelling het woord beddensprei? Zij zeggen dat dit goed is. Inderdaad, dat klopt. Het is nieuw. Bedden. En het is niet beddus. Alhoewel jullie dat geloof ik wel eens zeggen. De beddens opmaken. Ja. Ja. We weten dat het fout is, maar we zeggen het graag. Dat kennen wij spelling, niet. In ieder geval. Klote spelling. Maar het is dus met die N ertussen. Fonetisch. Alle drie zeggen ze fout. Inderdaad, het is nooit met PH geweest. Het wordt altijd al zo geschreven. Linzensoep.
zeggen allemaal fout. En inderdaad, ook dat is eigenlijk niet veranderd. Het was al linzensoep, ja, omdat soep van meer linzen gemaakt werd. Dat is triestig zijn. Ja. Het vierde woord voor jullie, cosmetisch. Ze zeggen allemaal dat dit goed is. En jazeker, de toegelaten K is nu verdwenen. Het mag alleen nog maar met een C. En de laatste, begroeiing. Dat is inderdaad fout. Er mist een I. Want het is groei en daar komt dan in ing achter. En dat is een maximale score deze ronde. 150 punten. Ze vinden het misschien wel een klote spelling, maar ze kennen er blijkbaar wel alles van. Hoe zit dat bij de Nederlandse dames? Hun eerste woord is krokusvakantie. Goed zeggen ze alle drie en dat is ook zo, want de toegelaten C, vroeger mocht je dat ook nog met een C schrijven in de andere spelling, dat mag niet meer, die keuze verdwijnt. Nummertje 2, likdoorn. Alle drie goed en dat is ook goed, al mag je ook likdoorn schrijven, want dit is zeker ook goed. Rendezvous. Alle drie goed zeggen ze en dat is het ook, rendezvous. Is, en het was ook al zo geschreven. Nummer 4, fotocopiëren. Doe iets. Snel. Goed, fout. Fout, fotocopiëren wordt met een K geschreven, de vroeger toegelaten C verdwijnt. En tot slot, chipolata pudding. Oeh. Nou, kan niet. Nee. Mag er niet aan denken. Nee. Zien we staan. Ze ging met haar elleboog op het knopje, helaas. Ja, kijk, ellebogen tellen ook mee in het leven. Ja. En we zien staan, elleboog. Fout, fout, goed. Ja. En zo wordt het geschreven. Die ene P hoort daar niet te staan. Toch ook bijna het maximum 130 punten voor Nederland. En dat betekent voor de tussenstand 370 voor Nederland en 400 voor Vlaanderen. Het woord of spreekwoord vandaan. Ja, eerst verklaren Mark en ik allebei waar een woord vandaan komt en daarna geven wij de herkomst van een spreekwoord. Beide ploegen moeten raden wie van ons het juiste verhaal vertelt. Elk goed antwoord levert 10 punten op en het woord dat Mark als eerste gaat verklaren is safari. Safari, dames en heren. Toen in het begin van deze eeuw rijke Engelse toeristen in Afrika van commercieel geïnspireerde inlanders het voorstel kregen om de wilde dieren van dichtbij te gaan bekijken, een heel eind de wildernis in of de vlakte op, toen hoorden die inlanders als reactie altijd opnieuw, so far, zeiden die Engelsen dan, en daarom spraken zij, ze begrepen niet wat dat was, daarom spraken zij na verloop van tijd van een so far, wat de Engelsen later van een sympathiek eindklankje voorzagen, ook om de dames wat op hun gemak te stellen. En toen werd het dus, let's go for a safari, safari, een zovertje. Daar komt het vandaan. Is mogelijk, is mogelijk. Volgens mij is safari een woord wat jachtexpeditie betekent. En dat is afgeleid van het Arabische woord safar. Ken je wel, hè? Safar. Al-safar. En dat duidt een reis aan. Safari betekent behorend bij een reis. En via het Swahili, de taal van het gelijknamige Oost-Afrikaanse volk, is dat woord safari in het Engels terechtgekomen en uiteindelijk in het Nederlands. Behorend bij een reis. Wie van ons beiden spreekt de waarheid nog eens? Even kort samenvatten wat we precies zegden, als we dat zelf nog weten. Ik zei dus dat het komt van het Engelse safar, safar, safari. En Tinneke zei dat het komt van safar, wat reis betekent. En dan moeten jullie nu allemaal drukken. En dan zie ik dat ik weinig overtuigend ben geweest. Dat iedereen denkt, Ellen. Ik geloof Tinneke onvoorwaardelijk. Dat is niet altijd verstandig. Op dit gebied. Johan, jij die een verstandig man bent. Ja, ik geloof jou onvoorwaardelijk niet. Niet, ja, oké. Okay, dat lijkt mij ook een degelijk systeem. We kennen elkaar ook al lang. We kennen elkaar inderdaad. Al lang hebben we samen gestudeerd, dames en heren. Ik had een studierichting en hij deed rechten. Ja. Laten we eens kijken. Wie sprak de waarheid? Ja, Tinneke. Ja. Dus ja, het is ook een middel om de stand in evenwicht te houden. Tenminste, de stand te houden zoals hij was. Iedereen had gelijk.
Dus er komen 60 punten bij, netjes verdeeld, 30 aan elke kant. Maar het is nog niet afgelopen met deze ronde. Wij hebben nog een tweede helft van deze etymologie-ronde. En daarin gaan Mark en ik een spreekwoord verklaren. En daarvoor gaan we altijd even naar een bijzondere locatie. Wat zit je nou weer te doen allemaal? Ik doe het gewoon al een beetje voor. Het is een rebus. Nee. Zo steek je mij geen hart onder de riem, hoor. Nee, maar ik durf er niet echt aankomen. Nee, dat lijkt me ook heel verstandig. Daar gaat het dus over, dames en heren. Een hart onder de riem steken. Iemand een hart onder de riem steken betekent iemand moet inspreken. En bij de riem in deze uitdrukking moet je denken aan de riem waaraan soldaten hun geweer over de schouder hingen. En die riem die liep schuin over de borst en bedekte het hart. Nou, het hart werd natuurlijk gezien als het symbool voor moed of wilskracht. Een soldaat die dus geen hart, geen moed onder die riem had, dat was een lafaard. Deze moet ik even een hart onder de riem gaan steken. Hé, kom terug joh! Wees een kerel! Kom op! Hart, in de uitdrukking iemand een hart onder de riem steken, heeft helemaal niks met het menselijk lichaam te maken. Een hart is de oorspronkelijke benaming voor wat men nu in de roeisport de dol noemt. Dit is de dol, dit is de dolpin. En de dol, het hart dus, dit is het hart waarin de riem rust. Dankzij een hart onder hun riem konden de roeiers veel makkelijker en sneller roeien. Oorspronkelijk betekende de uitdrukking dus meer dan moed inspreken. Het ging namelijk om daadwerkelijke technische bijstand. Als je er een hart onder stak, kon je beter roeien met de riemen die je had. Ja, twee schitterende verhalen. Mark, leuk dat droog roeien van jou. Het gaat er nu om dat jullie gaan raden wie de waarheid sprak. Iemand een hart onder de riem steken, had dat te maken met de schouderriem van de soldaat of B, met de roeipin waar Mark het over had, willen jullie nu drukken. Weer diezelfde eensgezindheid, dat is toch niet meer leuk, jongens. Rani, waarom A? Omdat ik niet veel van roeien ken. Oh, dus het is weer een negatieve keuze. Ja. De roeien weet je niet, dus valt af. Ellen? Omdat ik weet dat het zo is, met die schouderriem, dat het uit die soldaten. Soldaten, het leger komt. Uit het leger, nou ja, het zal ook verder niet veel uitmaken deze hele ronde, denk ik. Het maakt ook niet veel uit wat ik hier zeg, heb ik al begrepen. Alles wat je zegt, wordt niet geloofd. Laten we gaan kijken wie er gelijk had. Nou, ik heb mijn soldaatje een hart onder de riem gestoken, hij is teruggekomen. We gaan de oorlog met hem winnen. Oké, een echte kerel. Mijn verhaal klopte dus. Ja, en dat betekent dus dat er voor Vlaanderen weer 30 punten bijgekomen zijn. En ook voor Nederland. Deze hele ronde hadden we net zo goed niet kunnen spelen, wat de punten betreft tenminste. Verder was het wel geestig, hoop ik. De tussenstand op dit moment is in ieder geval 430 voor Nederland en 460 voor Vlaanderen. Wie maakt de meeste woorden? Het is de bedoeling dat een woord wordt aangevuld met een ander bestaand woord. En dan moet er een nieuw goed Nederlands woord ontstaan. We spelen op het rijtje af tot er 9 goede antwoorden gegeven zijn. Maximum 90 punten per ploeg in deze ronde, want 10 punten per antwoord. U kent het wel. Een fout antwoord betekent voor die speler dat hij afvalt. En wat fout is, kunnen we illustreren aan de hand van een voorbeeldje. Nemen we dat het kenwoord want is, W-A-N-D. Wanden en wantje, meervoud en verkleinwoord, gelden als fout, dus krijg je geen punten voor, val je af. Want luis is dan weer wel goed, maar de volgende mag dan niet zeggen want luizenplaag, want dat is voor het borduren op iets wat al geweest is. Ik hoop dat jullie het begrepen hebben. Want we beginnen met de Vlamingen. Afdoende uitgelegd, denk ik zo. Ja, jullie krijgen als woord wat aangevuld moet worden keuken. Keuken. Roel. Gerei. Tafel. Keukenprinses. Keukenstoel. Stoel. Keukenprins. Nee, dat mag dus niet. Mocht dat bestaan. Johan. Keukenmeubelen. Nee. Roel.
Keukenpiet. Keukenpiet? Ja. Ga door. Ja. Nee, ook. Jullie hebben er 5. Er was nog keuken, zout, keuken, hulp, keukenkastje. Ja. Enzovoort. Maar dat is altijd makkelijk als je het achteraf hoort. Wat is trouwens een keukenpiet? Iemand die goed kookt. Even niet. Een keukenprins eigenlijk. Ja. Dat is, iemand die keuken, goed kookt. Ja. Die uitstekend kookt. Ja, dat is een keukenpiet. Ja. Een hele Piet, dat kennen jullie toch? Ja, een hele Piet wel, maar een keukenpiet. Nee, een hele Piet vinden wij namelijk niet iemand die in de keuken staat. Laten we maar de Nederlandsen hun kans maar geven met een eenvoudig woord als het woord stroom. Shenai, jij begint. Versnelling. Lijn. Stoot. Lijn, zei Ellen. Ja. Lijnen, meneer Nico. Ah, stoot. Stoot, zei Suzanne. Leiding. Stroomleiding. Stroom. Niet nu, Ellen, ja? Draad. Stroomdraad. Ja, Suzanne. Stroomversnelling. Had je al gezegd. Is gezegd. Ga door, Ellen. Stroom. Strijkijzer. Stroom. Ja. Hij strijkt niet veel. Stroom, hè? Stroom. Ja, denk ik, ja. Die kleren die staan allemaal. De stroomlocomotief. Ja. Ja. En de stromer, hè? Ja, dat betekent dat Nederland 40 punten heeft verzameld in deze ronde. Laten we eens gaan kijken naar de tussenstand voor het finale spel. Die ziet er zo uit. 470 punten voor Nederland en 510 voor Vlaanderen. Dat betekent dat de Vlaamse topscorer als laatste speelt. Hij verdwijnt zo dadelijk terwijl de Nederlandse gaat spelen. Maar we moeten nog weten wie die Vlaamse topscorer is. En daar gaan we nu naar op zoek. De camera doet dat voor ons. 200 punten, dat is een hele knappe score. En die heeft Johan gehaald. En met wie gaan wij dat finale spel eerst spelen? Met die trosomroepster die de hoogste individuele score heeft behaald. En dat is Ellen met 170 punten. Kent de meeste woorden en wint de 10 voor taaltrofee. Binnen 60 seconden moeten 10 juiste woordbetekenissen gegeven worden. 10 punten per goed antwoord en de tijd stopt wanneer 10 goede antwoorden gegeven zijn. De resterende seconden worden met 10 vermenigvuldigd en bij het totaal opgeteld. Ellen, het verschil is nu 40 punten. Want je hart even voelen. Zullen we daar eens een microfoontje bij houden? Ja. Als je dit wint, deze finale, vind ik je een hele Piet. Het is veel, hè? Dat kennen ze niet. Geen keukenpiet. Dat is echt heel vreemd, denk ik. Zullen we het maar gewoon doen? Ja, doe maar. 1 minuut heb je en hier is het... Doe mijn best, hoor. Ja, oké. Hier is het eerste woord. Kijk. Gnoe. Aardgeest. Vermiljoen. Rode kleur. Windjammer. Zeilschip. Geaffecteerd. Gekunsteld. Simuleren. Veinzen. Chins. Katoenen stof. Pavanen. Dans. Secretaire. Schrijfmeubel. Negre. Ghostwriter. Niks. Watergeest. Transparant. Doorzichtig. Ja! Goed, jongen! Wat 10 goede antwoorden is 100 punt en 25 seconden over is 250 erbij. 350 punten. Hartstikke goed gedaan. Ga goed zitten. Dank je. 40 punten is jouw voorsprong, of was jouw voorsprong, want ondertussen heeft er al iemand gespeeld. Geknabbeld aan die voorsprong waarschijnlijk. Het niveauverschil, daar hadden we het daarnet al even inderdaad over gehad. Dat was niet overdreven, maar ik kijk niet op je neer, dat weet je. Dat weet ik. Maar jij mag gerust naar mij opkijken. Dat doe ik ook, hè? Dat weet je ook. Ja, en je kan indruk maken op mij nu, Johan, in de volgende minuut. Ik hoop het. En die begint nu. Gnoe. Antilopensoort. Vermiljoen. Rode kleur. Windjammer. Olias. Geaffecteerd. Gekunsteld.
Simuleren. Veinzen. Shins. Katoenen stof. Pavane. Dans. Secretaire. Schrijfmeubel. Nègre. Ghostwriter. Niks. Watergeest. Transparant. Doorzichtig. Je hebt indruk op mij gemaakt. Proficiat. Heel goed gespeeld. Ik kan alleen naar je plaats. Nou. Daar word je toch helemaal gestoord van. Wij waren het al en we hebben er geen spijt van. Ja. Precies dezelfde eindronde. Dus ook 27 seconden over en 10 goede antwoorden. Dus nou, dan weten we al. Oh, 25. Oh ja, nou ja, goed. In ieder geval, we weten de einduitslag. Laten we maar gaan kijken naar het aantal punten. 820 voor Nederland en 880 voor Vlaanderen. Ja, snik. Toch goed gespeeld, Ellen. Dank je hoor. Dank je hoor. Oké, jullie krijgen dus niet dat woordenboek. Zij hebben het niet meer nodig, maar ze krijgen het wel. Shanai, Ellen en Suzanne, heel hartelijk bedankt. Jullie krijgen de zilveren 10 voor taal, pen en natuurlijk bloemen van ons. Nogmaals, dankjewel. Ja, jullie krijgen natuurlijk de gouden 10 voor taal, pen en het groot woordenboek der Nederlandse taal in de nieuwe spelling. En een mooie roze bloemen en de trofee. En onze felicitaties voor Roel, Rani en Johan. Dank u wel thuis voor het kijken. Tot ziens. Vanaf volgende week zullen wij de Nederlanders bij bosjes van 100.000 per autobus naar het Koning Boudewijnstadion brengen waar bijlessen Nederlands worden gegeven. Veel succes ermee. Daar. Proficiat.